Bas Zevenbergen. Ik heb samen met mijn vrouw hier in Numersdorp peren. Conferentieperen, Zwitser Session en een klein beetje Gies Wilderman. En nog een half hectare twee nederkommies. We zijn nu 2 weken voor de oogst. Wij gaan 31 augustus beginnen met de conferentie. We zijn eigenlijk heel tevreden hoe het nu hangt. We hebben nu weer een beetje normalere temperatuur gekregen. Na vorige week de extreme hitte. Wij zijn de hitte hebben geprobeerd de schade te voorkomen door middel van heel veel druppelen. We hebben gemiddeld bijna 4 uur elke blok elke dag gedruppeld. Dat was een beetje kunstig vliegwerk, maar dat is allemaal wel gelukt. En we zien eigenlijk helemaal geen schade door de warmte. De groei is al iets gestagneerd, maar het heeft wel doorgegroeid. Dus. Sinds voorjaar hebben we elektronische vochtsensoren naast de wattenmarks die we al jaren hebben. En dat geeft in zo'n jaar wel heel veel profijt. Je zag al aankomen op de sensoren dat de grond van onderaf droog ging worden. Dus voordat het echt warm werd, waren wij al volop extra aan het water geven om het aan te vullen. Zeg maar. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat we de hitte schadevrij zijn doorgekomen. Mijn naam is Lies Houtenkamer. Ik woon in Brennesse. Ik heb samen met mijn vrouw en mijn bedrijf met appels en peren en kersen. En mijn zoon die is ook voor fruitdeler aan het leren. Die werkt nu 3 dagen in de week in de Betuwe. En de kersen zijn er nu af. We hebben de eerste appels Discovery en Delcorp hebben we al geplukt. En de eerste peren, de klaps. En van de week gaan we beginnen. Starten we eind van de week met Hardy. En dan gaan we zo verder met Bonne Louise, Confras. Dus we zitten al volop in de pluk. We hebben veel last van mezen dit jaar. Hier vooral als er één aangestoken is, dan steken ze ook weer de andere aan. Heen die proppen. Dus het is een nood dat we eens eruit gooien. Jona holt 3/4 oogst en Els daar ook. Galen hangt vol. Maar vooral de goudernetten laten het al weten dit jaar. En de rest is gewoon matig. Peren hangen echt vol. De wasbescherming is dit jaar goed verlopen, weinig problemen. In het begin wel wat meeldauw, vooral op de peren. En later op het jaar roest mij nog, vooral met die. Ik ben Richard Rijk. We staan hier op ons fruitteelbedrijf in Overzand. Dat doe ik samen met mijn ouders. We telen zo'n 6 hectare appels, 5 hectare peren en daarbij nog 11 hectare zwarte bessen. En nog rode bessen voor de verwerkende industrie. We staan hier in het perceel Red Prins. Dit perceel dat hebben we onder de NAFOS-beregening staan. Dus hier hangt het eigenlijk wel leuk. We hebben nog eigenlijk het merendeel van de appels waar we niet kunnen beregenen. En dan kan eigenlijk toch wel flink de gevolgen van de NAFOS'en van voorjaar in terugzien. Dat hangt eigenlijk niet goed. We staan hier in een conference aanplant. De peren eigenlijk hier zo'n bedrijf hebben we allemaal onder de NAFOS-beregening staan. Dus hier hangt het eigenlijk ook wel leuk. Voor de verder hebben we hier de vlooien wel redelijk onder controle gehad. We hebben wel een tweetal iets jongere perceeltjes. Daar zou je wel meer druk in. Verder zijn we op het moment een beetje in de aanloop naar de oogst. Er zijn wat voorbereidingen voor aan het treffen.